Koen. Dit heb ik nog nooit meegemaakt hier. Geluk wensen. Dank ook voor je aardige woorden. En op weg naar deze bijeenkomst zei ik je al, laat ik mijn tijd vooral spenderen aan professor Ernst Hirschballen. Dat is de moeite waard, zo'n uitnemende jurist en staatsrechtgeleerde hier te horen spreken. Dank voor dat gedegen en inspirerend betoog, zoals je dat hier hield. Hij was zo vriendelijk mij te citeren uit de jaren dat ik hier deeltijd hoogleraar globalisering was. Hij doet dat nu in zijn verbondenheid met het Tilburg Center for Transformation in Regional Law and Governance. Zeg maar simpel het regionale arbeidsbestel. Dat ondernemingen, lokale overheden en onderwijsinstellingen samenwerken. Naar en in werk. Ernst, dat je ons aan het begin van je betoog 20 jaar terug meenam toen ik hier mijn oratie over globalisering sprak. En waar wij nu bij de opening van dit academisch jaar spreken over de regio, een wereld te winnen, denk ik weer terug aan het feit dat mijn colleges over globalisering al snel het woord localization als niet minder belangrijk opriepen. Zo blijken wij hier in Tilburg, wij staan in de traditie van Kopenhagen, met de inzet en het vermogen ons steeds te vernieuwen en te actualiseren. Met een scherp bewustzijn van our common future, intergenerationeel dus. Ernst, dank dat je bijzondere aandacht gaf aan Tilburgs regionale dimensie. Als Rotterdammer ben ik Kopenhagen, naar Tilburg volgend, trots op onze regio, inclusief de inmiddels wereldbefaamde Brainford Eindhoven en zoveel meer. Ernst, mijn waardering voor jou als staatsrechtgeleerde deed mij scherp luisteren toen ik je hoorde pleiten voor ontwikkeling van staatsburgerschap, zodat mensen in de samenleving waarin ze thuis zijn, ten volle hun burgerrechten kunnen uitoefenen. En even later zei je, het gaat erom in de relatie burger-overheid rechtsbetrekking te herstellen. Zo sprak jij, de jurist en de staatsrechtgeleerde. Als econoom met ondernemers bloed, voeg ik daaraan toe, ga voor corporate social responsibility. Complementeer aan de opdracht in de relatie burger-overheid rechtsbescherming stellen. En doe dat hand in hand met civil society inspanningen. Ernst, dat je vervolgens ook aandacht gaf aan duurzaamheid, was zeer terecht. Ook hier geldt dat de opdracht en mondiaal, denk maar aan climate change, en dicht bij huis is. Denk maar aan de lokale en regionale initiatieven. Voor beide dimensies geldt overigens dat gaan voor duurzaamheid geen banen kost, maar juist nieuwe werkgelegenheid betekent. Ook daarom is het goed dat de Millennium Development Goals van de United Nations uit 2000 nu vervolgd gaan worden met Sustainable Development Goals. En ook hier zeg ik, als handvest van de aardeman, daarmee daadwerkelijk resultaten boeken, vergt dat civil society, of die zich nu NGO of geloofsgemeenschappen noemen, en ondernemingen samenwerken moeten, in wederzijds respect. En ook dat is Kopenhagen 2014. Ten slotte, Ernst, goed dat je mijn adagium, vluchtelingen zijn sterke mensen, meldde. Mits goed uitgedaagd, dragen zij bij aan onze samenleving.
goed uitgedaagd betekent ook daarom dat ondernemingen, onderwijs, vooral taal en overheden, nationaal en in de steden, in die traditie die mij zo lief is van het Universitair Asielfonds, samen moeten werken, opdat de samenleving beter begrijpt dat die mensen werkelijk de moeite waard zijn. Geen probleemmensen, maar mensen met een bijdrage. Vrienden, als ik u zo mag noemen bij deze laatste gelegenheid. Wat heb ik hier aan de universiteit in verschillende hoedanigheden goede jaren gehad? Te veel om op te sommen. Zoveel leuke dingen gebeurd. Mooie jaren. Neem er een enkel element uit. Ik wil noemen Tias Nimbas. Ook omdat ook in die uitdaging mij in contact bracht met Jan Homme. Jan, dat was het begin. Hij is mij nu als voorzitter opgevolgd. En bedankt daarvoor. Het begon daar, de gesprekken. Wat een zegening voor de universiteit en voor mij, laat ik eerlijk zijn. Dat ik als schijnend voorzitter nu zie jou hier zitten. Bedankt al voor dat je het hebt willen doen en succes. Ik kan niet alles noemen, maar ik wil zeker noemen het plezier dat ik beleefd heb aan onze theologische faculteit. Die weer groeiend is. Tja, Paus Franciscus. Ook zo'n godsgeschenk. Ja, van Assisi. En met een jongere generatie die weer meer voor levensbeschouwing en spiritualiteit gaat. Ook dat is een zegening. Niet alles ging goed. Nexus, dat begon 20 jaar geleden. Erg dynamisch. Dat herinner ik me heel goed. Maar Nexus moet nu, meebezuinigend zoals ieder daarin zijn deel levert, weer de weg vinden in en met onze universiteit. En dat is tot nu toe helaas niet gelukt. De viering van Nexus 20 jaar, nu al over enkele weken, in de Nationale Opera in Amsterdam, zal zeker weer prachtig en inhoudsvol zijn. Echter is wel erg urgent, in feite 11:55, voor Nexus, om zoals ik zei weer de weg in en met onze universiteit te vinden, opdat Nexus 20 jaar geen einde oefening zal blijken. Dus ik dacht dat het ook goed was te zeggen dat het niet allemaal mooi is. Ik geef maar 1 voorbeeld, want uiteindelijk is het een afscheid, een kort afscheid van een paar woorden. Dat laat ik sluiten op met een persoonlijke noot. Wanneer ik nu als 75-jarig het nieuws volg, word ik vaak somber. En wellicht gaat het u ook zo. Maar dan herlees ik het laatste zinsdeel van het Handvest van de Aarde. Daar staat als laatste en meest belangrijke doelstelling en opdracht en de vreugdevolle viering van het leven. De vreugdevolle viering van het leven. Dat is wat ik u toewens. Dank u.